Waterschappen bestaan in Nederland al heel lang. Sommige al bijna 800 jaar en zijn eigenlijk ooit opgericht om Nederland te beschermen, de bewoners te beschermen tegen het water. Het zijn van oudsher organisaties die waken over de waterveiligheid in Nederland. In de loop der jaren zijn er taken bijgekomen. Inmiddels worden door de waterschappen ook al het afvalwater gezuiverd, zowel van huishoudens als van bedrijven. En we zijn ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. We zijn ook verantwoordelijk dat er in tijden van droogte en in grote nattigheid het water goed afgevoerd wordt en in tijden van droogte voldoende water is. Het zijn natuurlijk, ik denk toch ook wel de zorgen die de meeste mensen wel kennen. Ten eerste natuurlijk de zeespiegelstijging. We zitten hier aan de kust onder zeeniveau, dus je zult er altijd voor moeten zorgen dat de kustverdediging, dat die gewoon goed op orde is, dat die ook extreme aan kan. Temperaturen zijn hoger dan in het verleden. En als het een keer een stortbui regent, of als het een keer een heftige regenbui is, dan is het ook gewoon meer dan vroeger. En als je daar niet iets aan doet, als je daar niet op voorbereidt, dan heb je echt een probleem. Ik denk dat voor veel burgers de afgelopen jaren pas is een beetje is gaan leven. Met name toch die extreme in de zomerperiode, die extreme regen. Dat zorgt er wel voor dat het probleem dichterbij komt. Als iedereen praat over de stijging van de zeespiegel, dan is het toch al gauw het idee, nou ja, dan moeten de waterschappen, of in sommige gevallen Rijkswaterstaat, die moeten ervoor zorgen dat de dijken sterker gemaakt worden en dan kunnen we hier weer verder. Als je 3 keer in 1 jaar overlast hebt gehad omdat het water in je kelder stond, of zelfs dat het water onder de deur doorsijpelt, of dat je tuin echt heel erg nat wordt, dan ga je misschien toch wel zelf nadenken over of je ook iets zelf kunt doen. Omstandigheden waaronder het waterbeheer functioneert, die veranderen. Klimaat verandert en dat blijft veranderen en dus moet je zorgen dat je daarop voorbereid bent. En ik denk overigens dat we dat ook goed kunnen. We hebben daar in Nederland geld voor, we hebben de organisaties daarvoor, we hebben de kennis daarvoor, de mensen daarvoor. Dus wat dat betreft ben ik optimistisch dat we daar goede antwoorden op zullen geven op die nieuwe uitdagingen.